Dan is het tijd voor een gloednieuwe rubriek. De avondshow. 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 Ja, maar jongens, dit gaat toch niet werken zo? Avondshow. Ja, maar jongens, dit gaat toch niet werken zo? Waarin we inzoomen op sympathieke ideeën waarvan wij denken dat ze op deze manier niet gaan werken. Met vandaag de toeslag op wegwerpplastic. Daar gaat het namelijk nog niet zo heel lekker mee. De nieuwe regels voor wegwerpplastic hebben nog geen zichtbaar effect. Er wordt evenveel zwerfplastic gevonden als voor de invoering. Ja, voor wie het heeft gemist, sinds 1 juli van dit jaar moet je extra betalen voor plastic voedselverpakkingen. Dus bijvoorbeeld voor zo'n bakje met ananas, appel en druif. Ze altijd precies die drie. Geen idee waarom. Wat heeft de peer jullie ooit misdaan? Maar je betaalt ook extra voor een plastic bak met een maaltijdsalade of een sinaasappelsap to go. He, dat soort dingetjes. En je merkt, ik probeer hier op tv een beetje gezonde voorbeelden te noemen, maar ik sta daar wel redelijk alleen in. Wie afhaalt bij een snackbar of een maaltijd laat bezorgen, krijgt vanaf 1 juli te maken met nieuwe regels. Ja, misschien heb je het al gemerkt bij de snackbar of bij de viskraam. Je patatje in een plastic bakje. Het bekende frikandellenbakje en het bekende patatbakje. Vanaf 1 juli moeten snackbarhouders extra rekenen voor plastic. Oh, volgens mij ben ik door alleen al te kijken naar deze beelden 2 kilo aangekomen. Ja. Terwijl, het kan wel, hè, gezonde voorbeelden. Kijk maar naar Telegraaf TV. Zo moeten bijvoorbeeld supermarkten, die moeten voor van die plastic bakjes, zoals ik heb deze even van een bureau gepakt, een bakje met mango, maar ook die grote bakken waar maaltijdsalades in zitten, daar moeten ze dus extra geld voor gaan vragen. Hoorde je dat? Ze heeft die mango even van een bureau gepakt. Dus ergens in het Telegraafgebouw was opeens iemand zijn bakje mango kwijt. Ik hoop zo dat het Wierd Duk was. Ja, die was gewoon heel even een racistische boomer interviewen. Komt terug bij zijn bureau. Hé, waar is mijn mango? Hé, je mag in dit land blijkbaar ook maar geen tropisch fruit meer eten. Is zeker weer cultural appropriation. Nou, ik ga hier een artikel over schrijven. Bent u of kent u iemand die geen mango meer mag eten? Neem contact op met de Telegraaf. En waarom moeten we eigenlijk meer betalen voor plastic verpakkingen? Nou, hierom. Iedere dag gooien we met z'n allen in Nederland 19 miljoen plastic voedselverpakkingen weg. Een deel belandt op straat. Ja, veel plastic belandt op straat, raakt aan de crack, hartverscheurend. Dat willen we niet meer. Bovendien komt het ook terecht in de natuur of in onoplettende meerkoeten. Of het komt in rivieren en die brengen het dan netjes naar de oceaan. Maar dat is ook niet ideaal. En daarom is er nu dus die toeslag op wegwerpplastic. En dan is er meteen een probleem, want wat is wegwerpplastic precies? Ik bedoel, zelf gooi ik altijd alles na 1 keer weg, hè? Plastic bordjes, Tupperware, dak van de cabrio, hup, in de kliko. Dus ik maak geen onderscheid, maar winkels en restaurants moeten dat wel doen. Want voor welke verpakkingen moeten ze wel een plastic toeslag rekenen en voor welke niet? Nou, daarvoor zijn er de webinars van het Afvalfonds Verpakkingen, waarin het allemaal heel helder wordt uitgelegd. Welke beslisbouw moet ik dan gebruik gaan maken? Van, hè, als ik een vormvaste voedselverpakking op de markt breng, dan ga je naar de beslisbouw voor vormvast. Is de primaire verpakking flexibel, dan ga je naar de beslisbouw voor flexibele verpakkingen. Is er een combinatie in die primaire verpakking, dan ga je naar de vormvaste voedselverpakkingen. Deze filmpjes gaan keihard op TikTok. Gio die gaat een collab doen met die chick van infrastructuur en waterstaat. Maar ik kan me wel voorstellen dat je als snackbarhouder door de beslisbomen het bos niet meer ziet. En je moet echt goed opletten, want niet elke verpakking valt in de categorie die je verwacht. Koffiemelkcupjes, sauscupjes, instantpoeders, die komen vaak voorbij. Koffiemelkcupjes, dat is eigenlijk een vergissing in het besluit, of nee, in de ministeriële regeling. Die staat daar namelijk onder de categorie drinkbekers. Nou, dat kunnen we niet zomaar nu repareren. Ja, goed om te weten, volgens de wet is een koffiemelkcupje nu een drinkbeker. Ah, koffiemelk. What else? Ja, oké, koffie misschien, maar oké. Dus na een paar nachtjes beslisbomen lezen weet de snackbarhouder waar die extra geld voor moet vragen. Maar ja, wat vinden de klanten ervan? Het Jeugdjournaal zocht het uit. Ja, ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk dat ze alles steeds duurder maken. Want het is niet alleen dit, hè. Ik merk het ook aan de pomp, gas, elektra. Half zware check, ik hou geen zakgeld meer over. En de ideale oplossing is dan natuurlijk plastic vervangen door iets anders, bijvoorbeeld karton, zoals deze visboer doet. We moeten samen een beetje allemaal aan het milieu denken. En het is ook op zijn Amsterdamse zeggen een beetje lullig om aan je klant 15 of 10 cent voor een bakje door te gaan berekenen. Ja, typisch Amsterdams om te denken dat het woord lullig typisch Amsterdams is.
Maar die kartonnen bakjes zijn wel duurder om in te kopen en ze zijn sowieso niet voor iedereen een optie. De nieuwe regels zijn lastig voor frietzaken. Er is niet altijd een alternatief. De sausen die zijn nat en dat gaat door het karton heen. De sausen zijn nat. Ook een oorspronkelijk Amsterdamse uitdrukking. Dat... Nou, bij Ajax zijn de sausen weer nat hoor. Maar ze heeft wel gelijk, want je kunt van plastic zeggen wat je wil, maar tegen natte saus is het behoorlijk effectief. En het wordt trouwens nog ingewikkelder, want ondernemers die plastic gebruiken, die moeten voor mensen die het in de snackbar willen opeten ook een herbruikbaar alternatief aanbieden. Ja, ik zat zelf te denken aan een soort ronde schijven van aardewerk met een soort lichte kuil erin waar je het eten dan zeg maar op kan leggen. Zomaar een tip. En wat ook nog mag, is dat klanten zelf hun eigen bekers en bakjes meenemen. Dat klinkt milieuvriendelijk, maar het is niet overal ideaal. Mag ik een portie raspatat? Zeker, met mayonaise. Ja, en mag het hierin? Nee, zeker niet. Waarom niet? Omdat het onhygiënisch is. Misschien heeft je hond hier uitgegeten. Misschien heeft je kat er uitgegeten. Misschien heb jij net je tenen erin gewassen. Nee, dat niet. Misschien heeft je cavia zijn benen erin geschoren. Nee hoor, dat overkomt mij niet nog een keer. Maar naast een rijke fantasie heeft deze meneer ook wel een punt. Want ik snap dat je niet allemaal spullen van buiten in je restaurantkeuken wil hebben. Oké, dus karton is niet altijd een optie. En mensen zelf een afwasstijltje laten meebrengen is ook niet zo handig. Dus in de praktijk zal het vaak neerkomen op plastic. Met een verplichte toeslag. Dat is best een ingewikkeld systeem. Dus ik ben wel benieuwd naar de visie van staatssecretaris Vivianne Heijnen. Maar de tijd van klein bier, hè? Dus van de kleine maatregelen, is voorbij. Precies, geen kleine maatregelen. The war on plastic. We moeten dokken voor patatbakjes. En al dat geld gaat dan direct naar... Ja, naar wie gaat het eigenlijk? Misschien weer even vragen aan de staatssecretaris. Waar gaat dat geld naartoe? Ja. Dat mogen de winkeliers zelf houden. Oké. Dat is fijn voor de winkeliers. En moeten ze er dan nog iets nuttigs mee doen? De bedoeling is dat ze dat dan ook investeren in goede alternatieven. Dus dat maar kan zijn bijvoorbeeld... ze niet verplicht? Nee, dat hoeft niet. Oké. Dus ze mogen het helemaal voor zichzelf houden. Dat is een beetje gek, maar het gaat er natuurlijk om dat het de klant afschrikt. Hè? Dat die schrikt van de hogere prijs en dat die dan besluit om iets zonder plastic te kopen. Dat is het idee. Daarvoor moet die toeslag trouwens wel hoog genoeg zijn. Dat heeft de overheid laten onderzoeken. En in de supermarkt bijvoorbeeld heeft een toeslag onder de 15 cent bij maaltijdverpakkingen geen enkel effect. En om echt zoden aan de dijk te zetten zou je tussen de 27 en de 40 cent extra moeten vragen. Dan pas gaan mensen op zoek naar een alternatief zonder plastic. Oké, en hoe hoog is de verplichte toeslag dan nu? En hoe hoog is die toeslag dan? Dat mogen de winkeliers zelf bepalen. Wat? Oké, de snackbars en supermarkten moeten een toeslag rekenen voor wegwerpplastic, maar ze mogen dat geld zelf houden en ze mogen zelf de hoogte van het bedrag kiezen. Nou, heel benieuwd of dat werkt. Even kijken. De meeste supermarkten kiezen ervoor om de extra heffing niet door te rekenen aan de klant. Goh. En dan denk je, hoe komen ze ermee weg om niets extra's te vragen? Want je moet toch wel iets vragen? Nou, gewoon een beetje creatief boekhouden. We gaan even kijken naar een lunchsalade. Kijk bijvoorbeeld naar deze lunchsalade. Er staat wel keurig op de bon dat je er 5 cent extra voor betaalt vanwege het plastic. Maar hij is in feite net zo duur als voor de maatregel. En als klant heb je geen enkele keus. Je koopt hem in deze plastic verpakking of je koopt hem niet. Nee, precies. Er ligt niet een salade naast die in een oude krant is gevouwen. En je kan ook niet van mensen verwachten dat ze losse slaadblaadjes en plakjes tomaat meenemen onder hun snelbinders. Toch? Meneer, u vergeet de dressing. Dat werkt niet, toch? En ook deskundigen zeggen, die hele plastic toeslag heeft geen zin, want de consument merkt er niks van. En als de consument er niks van merkt, dan helpt het ook niet tegen de rommel op straat. We kijken even naar Dirk Groot zwerfafval. Al 10 jaar verzamelt Dirk Groot zwerfafval en documenteert hij minutieus voor bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, ministeries en gemeentes hoeveel zwerfafval er in Nederland in de openbare ruimte belandt. Zijn gegevens laten zien dat er niets is veranderd sinds zo'n 500.000 winkels en bedrijven sinds 1 juli extra geld moeten vragen voor het gebruik van wegwerpverpakkingen. Het heeft geen enkel effect. En voor blikjes werkt het wel, hè? Dat systeem is ook niet perfect, maar er liggen er duidelijk minder op straat, bleek deze week. Dat is logisch, want daar komt gewoon keihard statiegeld bovenop de prijs. Verplicht. In tegenstelling tot plastic, waar de hoogte van de toeslag vaak nul is, omdat de ondernemer het allemaal zelf mag bepalen. Gevolg, er ligt nog evenveel plastic op straat. En als je met je eigen pannetje naar de snackbar wil, dan moet je eerst je tenen wassen. Of zo, ik weet het niet. Zoiets, ik weet het niet meer. Hoe dan ook,
die plastic toeslag. Ik zeg... Ja, maar jongens, dit gaat toch niet werken zo? Abonneren op dit kanaal is alleen vandaag helemaal gratis. Dat blijft het niet. Alleen vandaag gratis. Speciale actie. Vraag niet naar de voorwaarden, want er klopt geen reet van. Maar nu abonneren.